Lulu. Dag Lulu. Ze hebben natte poten. De boodschappen. Daar staat al wat weer limonade. Gaan we hier beginnen. Is mijn koffiekopje. 6 zigeunersnietsels. Want Wessel woont weer thuis. Dus we moeten van alles een beetje meer hebben. 2 keer koelbest ontbijt voor Dennis en Wessel. Een heleboel Alpro yoghurtjes. Met high protein voor Wessel. Kip gehakt. Rundersausijsjes en kippersausijsjes. 6 kipfiletjes. 2 zakken uien. Kellogg's proteïne voor Wessel. Voor ontbijt. Hier staat ook nog wat limonade. 2 dozen eieren. Deze wifi sticks kreeg ik gratis. Daar is Wessel al ingedoken. Dan hebben we voor Wessel om te snaaien. Voor na het sporten, zeg maar. Ligaproteïne repen. Sonatura repen met amandel. En Special K. Oh, zou Kellogg's ook zijn. Proteïne. 2 zakken rijst. Rozijnenbollen. 2 keer liga koeken. Hierachter heb ik witte bonen. Wat is dit dan? Oh, bieten. Krootjes noemen wij dat. Spruiten. Daar nog meer spruiten. Hier beneden staat silicon. Hier staat silicon carne. Ertjes. Witte boon tomatensaus. Pasta saus. Boerenkool. Appelmoes. Ik heb 2 keer kookroom gekocht. Hagelslag voor Wessel. Chocopasta voor Wessel. Roomkaas. Bagels. Avocado's. Dit is een soort proteïne melk iets drank. Voor als hij cappuccino wil maken. Maggi. 3 keer potjes champignons. Gaan in de saus gewoon. Zo'n luchtverfrissertje. Vastkokende aardappels. Wrapjes. Om te snijden. 4 keer die Tex-Mex kaas. Dan heb ik daar 4 soort brekers staan voor na het sporten. Hier staat nog meer yoghurt. Hier 2 kleine yoghurtjes. 4 keer... Jeetje, gehakt. Chipolata worstjes. Smeerworst. Kipvlees en servelaatworst. 2 van deze proteïne shakejes. Hier staat nog crystal clear. Oh, ik had daar ook nog afwasblokjes. Zo'n wedget voor de Swiffer. Hier staat ook nog limonade. Shampoo. Hier allemaal kaas. En er zit ook nog kipfilet tussen. En hier kruimige aardappels. Dit is hem. Voor aankomende maand. Het is anders, want Wessel is weer thuis. Nou goed, die woont natuurlijk altijd wel thuis al. Maar door de week was hij op internaat. Nu loopt hij stage in Amsterdam. Dus nu is hij gewoon hele dagen thuis. Hij eet niet elke dag thuis, want... In het weekend werkt hij van 11 tot 9 bij Van der Valk. Dus dan eet hij gewoon daar. Nou, dit waren de boodschappen voor deze maand. Volgens mij was het rond de €350. Nou, we gaan kijken hoe ver we ermee gaan komen. Tot volgende maand. Doei!